allemaal bij een gloednieuwe aflevering van ATS ofwel American Truck Simulator Multiplayer. We gaan vandaag weer American Truck Simulator spelen. Ja jongens, we gaan een vracht doen naar de haven van San Francisco namelijk. Maar dan is de bedoeling voor meer naar Mexico gedeeld te gaan. Want dit vind ik nu ook wel een keer een leuk vrachtje. Dit is mijn forklift trucks, dus... het kan wel een keer leuk zijn voor mijn forklift trucks te gaan rijden. Dus gaan we gewoon een vrachtje doen naar de haven van San Francisco en San Francisco. Dan kijken hoe ver dat we komen. Dus ik denk dat het ook het enige vrachtje die we doen. Ik weet zelf niet of ik een timer zou insteken of zo. Voor de mensen die het nog niet weten, of die mijn video's eigenlijk nog niet gekeken hebben. Waarschijnlijk gaan jullie merken in mijn editing dat er iets wat verschil zit. Dat is ook gewoon puur omdat ik een nieuw editprogramma heb. Dus het renderen duurt nu veel langer. Alles duurt nu eigenlijk veel langer. En ja, ik ben meer bezig met YouTube ook weer. Ik ben langer aan het editen en ik ben langer aan het renderen. Dus ik ben iets langer bezig ook weer met YouTube. Dus ik vind het wel super nice dat er een upgrade eigenlijk weer geweest is aan mijn kanaal. Dus ja, hopelijk genieten jullie van deze video, hopelijk. Kijken jullie nog altijd eigenlijk graag deze serie voor. Ik heb gemerkt dat ATS wel veel minder wordt bekeken dan andere games op mijn kanaal. En ja, ik vind dat best wel jammer. Sowieso, mijn video's worden sowieso minder bekeken. Dus ik zou eigenlijk een keer graag willen weten wat er het probleem is waardoor mijn video's eigenlijk veel minder worden bekeken. Zijn ze niet interessant? Rul ik te veel? Is streamen meer mijn ding? Zijn video's ook goed, zeg maar? Ik zou het graag een keer willen weten. Voor de mensen die deze video's wel kijken, super awesome natuurlijk. Super thanks voor jullie support eigenlijk. Voor de mensen die deze video's kijken. ATS is sowieso een game die heel veel minder wordt gespeeld namelijk. Het is wel een leuke game. Het enige nadeel is aan ATS. Het heel veel lange vrachten plus ja, je hebt continu eigenlijk dezelfde vrachten. Je hebt niet echt zo speciale vrachten of zo. En dat is langs de ene kant dan weer jammer aan ATS. Maar ik vind het een leuke game voor te doen. Ik ben hier ook mee opgegroeid eigenlijk met ATS. Of ik heb ATS eigenlijk voor Eurotruck gehad. Dus, of gekocht eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk met ATS leren spelen, Eurotruck leren spelen of leren rijden zo. Dus ja, ATS ga ik sowieso altijd blijven doen. Eventueel binnenkort ook nog in een livestream. Ik weet niet hoe dat juist zit. Misschien dat ik wel een keer een giveaway doe van ATS. En dan ook nog eentje van ETS of zo. Plus een giveaway die ik eigenlijk vanavond voor. Ik neem het nu de woensdag nog op. De woensdagavond nog op. Allee, woensdag nacht eigenlijk. Het is al 12 uur voorbij. Dus ik neem dat de woensdag nog. Woensdag slash donderdag nog op. Dat de video eigenlijk vanmiddag online moet komen. Voor jullie is dat ongeveer 12 uur geleden. Nee, langer geleden. 13 tot 14 tot 15 uurtjes geleden. Dus als we maar de mensen die kunnen rekenen, of kunnen, ja, kunnen rekenen, die weten ongeveer hoe laat het is. Voor de mensen die het nog niet wisten, het is 20 na 12 in de nacht. Dus ik neem het eigenlijk al donderdag in de vroege uurtjes op. Terwijl die vanmiddag online komen, dus super awesome. Lekker late opname. Maar ja, boom, dat maakt niet uit. Nou echt, ATS is een mindere game en ik vind dat op zich wel jammer voor ATS. Vind ik ook eerlijk wel even goed als Eurotruck. Bij ATS het enige nadeel is ja, lange vrachten. Dezelfde vracht continu en ja. Daardoor worden ATS echt veel minder bekeken als je slash list doet. Normaal kunnen dat. Normaal kunnen we slash list doen. Thank you.
buurt, dat is wel goed toch. Oké, ik weet niet de command van buiten. Anders had ik u kunnen tonen wat, hoeveel mensen er nog in zaten. Ik ken de command niet. Spijt mij. Ja, zo. Dit ga ik doen. Dan zie je nu de GPS niet, namelijk. De andere GPS, de kleine GPS. En de andere GPS zien we niet omdat mijn camera ervoor staat. Dus. In ieder geval, jongens, ik denk dat ik hier wel geen timeless voor maak. Excuseer. Ik denk dat ik hier gewoon. Ja. Een groot deel ga uitknippen straks. Dat is het ding. Zo weet ik veel. Of misschien een onverwachte timelapse. Ik kan dat nu doen, dat mijn audio wordt nu apart genomen, zeg maar. Dus ik kan mijn audio perfect knippen ook. Dus ja. Super, super awesome dan natuurlijk die editprogramma, of dat editprogramma. Ik ben wel echt wel super content mee. Hey, dus ik heb geen externe, dus ik kan zo rap rijden als ik wil. Misschien dat ik dan geen timelapse doe, of niet echt knip of zo. Dus ze zien hoe lang de video dan gaat duren voor. Ik moet zeggen, met het nieuwe editprogramma, voor mensen die het nog niet wisten, het is Sony Vegas Pro 14. Niet de 15, de 14 nog. Duurt eigenlijk een rendering van een video van 15 minuutjes ongeveer. Duurt, hoe lang zou het duren? Een half uur renderen. Een half uur tot drie kwartier renderen, toch al. Duurt wel redelijk lang over het renderen, maar het is ook goed voor ik zie. Als de rendering bezig is of zo, zie je echt elk beeldfragment eigenlijk dat ik opgenomen heb. Dus al die kleine beelden, of al de frames die jullie eigenlijk nu zien, is allemaal, dat zijn allemaal kleine framepjes. En elk frame wordt eigenlijk van in mijn video dan of in de rendering gedaan. Dat doe ik bijvoorbeeld niet met Movie Makers. Daar zag ik gewoon letterlijk een balk eigenlijk en daar stond op 15%. Dus dat is wel goed dan. Ik moet weer mijn grootlichten aandoen, want het is weer al een donker in de ATS. Misschien ook omdat ik het nu in het donker opneem. Misschien. Wel, hoe laat is het eigenlijk in ATS? Het is 1 uur in ATS. En nu moet deze vracht toekomen. En hoe lang moet ik nog rijden? Wow, zie een keer. Ik moet nog maar een uurtje rijden. En mijn video is nu 8 minuten bezig, maar opnemen. Oei. Ik ga nog te weinig hebben. Het gaat een korte video worden, jongens. Ups. Het is ook een beetje een. Eerlijk gezegd, jongens, dit is de meest recente video die ik ga uploaden nu. Dat ik eigenlijk opgenomen heb al. Goed, dit is eigenlijk dezelfde dag opgenomen zelf. Als je het zo beziet, ongeveer. Dus het is de meest recente video van allemaal. En recentere video's, ik weet niet, ik ben er voorstander van, maar ik ben er ook tegenstander van. Het probleem is, nu kan ik recente video's eigenlijk opnemen, nu kan ik zo lang op blijven ook. Maar vanaf dat ik eigenlijk ga werken, en geloof het of niet jongens, dat is binnen nu deze week nog niet. Volgende week ook dacht ik nog niet, maar de week daarachter dat ik mij weer moet inschrijven. Of ja, eigenlijk weer moet werk gaan zoeken, zo gezegd. Ik ga wel even kijken op mijn agenda, voor alle zekerheid. Dat me niet vergis. Dus deze week sowieso nog niet. De eerste tot de achtste ook nog, tot de zesde
de 5e ook nog niet. En vanaf de 8e januari eigenlijk moet ik weer officieel werk gaan zoeken. Dus geloof het of niet, jongens, het gaat heel snel. Het gaat er heel snel zijn. En ik ben ook al bij de levering. Wauw. Nee, joh. Die video is in mijn van 10 minuten. Dat ga je niet menen. Dat is niet te hebben. Ups, clickbait. Het is niet te hebben. Domme. Ik kan nog een andere titel moeten zoeken. Het is namelijk niet te hebben waar ik zit. Ik dacht dat de haven was. Oké, dat is wat stom dan. Ik moet sowieso nu nog een vracht doen, dat is geen... Oké, ja, het zal misschien wel nog 15 minuten duren. Meteen dat ik geparkeerd ben. Geparkeerd werd, is het toch nog 15. Ben ik toch nog 15 minuten veilig, jongens. GG! GG! Waarom kon ik dat niet van de eerste keer goed doen? Waarom kon ik dat niet van deze keer goed doen? Zoveel makkelijker geweest. Wauw. Nou ja. Ik kan niet veel meer doen nu. Vrees ik. Ik kan niet veel meer doen, hè, jongens, nu. Dus ja, we zijn nu 30 minuten bezig ook met de video. Een vrachtwagen kopen kan het niet. Ik vraag me dan af waar dat te hebben is. Ah, wacht. Ik kan deze garage nog gaan kopen dan. Ik ga die garage gewoon nog gaan kopen, jongens. En dan daarna sluit ik de video af. Dan heb ik toch tenminste wel die garage, dus dat is toch tenminste een voordeel dan. Als ik hier ooit nog een keer naartoe ga. Of ja, ooit. Ik ga er sowieso wel nog een keer naartoe naar hier komen, dus. Niet echt ooit, sorry. Ik had er sowieso hier nog moeten zijn, dus allee, ja. Naar het Mexico gedeeld heb ik niet direct gevraagd. Of ja, vanuit hier dan heb ik... Zijn de vrachten te lang voor naar daar te gaan? Ik zou heel graag Mexico willen doen, namelijk. Eigenlijk, in de volgende afleveringen. Zou ik heel graag Mexico willen doen. Want Mexico is echt een gedeelte die ik... Ja, eigenlijk speciaal ervoor gekocht heb voor YouTube. Omdat het een leuke DLC is. Allee. Hopelijk dat het een leuke DLC is. Hopelijk dat je ook veel kunt ontdekken daar. De Grand Canyon moet ik ook sowieso nog een keer ontdekken, zo snel mogelijk eigenlijk.
enter the city. Oké, ik ben nu nog maar in de city. Daar. Zo. Dan heb ik toch weer een garage bijgekocht. Nou, dan denk ik dat ik hier de aflevering weer ga afsluiten, jongens. We zijn 15 minuten bezig, dus mooi geweest voor vandaag. Allee, voor nu dan. Jongens, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering van ATS. Hopelijk hebben we ervan genoten. Hopelijk zie ik jullie allemaal graag de volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van ATS. En laat me zeker een keer weten in de reacties of dat ik moet verder gaan of niet bij deze serie. Voor aflevering 50 komt er binnen 2 afleveringen aan. Binnen 3 afleveringen, het is nu 47. Dus aflevering 50 komt binnen 2 afleveringen aan, 3 afleveringen. Ik zou graag echt willen weten of ik moet verder doen met deze serie of niet. Want ja, ik zit er wat te twijfelen voor eventueel een andere serie te starten. Maar ik weet dan ook niet welke serie. Dus laat me zeker even weten in de reacties. Hopelijk hebben we ervan genoten. Hopelijk zie ik je maar uit de volgende keer terug. En jongens, dan zeg ik voor nu. Bye. Bye.